We zijn terug in de studio en op bezoek hebben we de voorzitter van Real Mungo Tapu, dat is Leo Brunswijk. En vandaag gaan we voetbaltorie praten, we gaan stroom even parkeren en praten over voetbal. Waarom? Omdat in de eerste divisie van de amateurcompetitie van de Surinaamse Voetbalbond is dus Real Mungo Tapu uitgeroepen tot kampioen nadat zij wonnen van juniors 2014 in de playoffs. En de week daarop moest er dus administratief nog één wedstrijd gespeeld worden, maar ze waren dus al kampioen. En de laatste wedstrijd was de wedstrijd tussen Real Mungo Tapu en TOK. Nou, TOK. De bedoeling was dat na die wedstrijd de prijsuitreiking zou plaatsvinden. En aan de kampioen en de semi-kampioen. En na de wedstrijd deelde dus de SVB-leiding mee. Dat gaat niet gebeuren, omdat er mogelijk sprake was van matchfixing in de wedstrijd Real Mungo Tapu en TOK. De SVB is ook uitgekomen met een persbericht waarbij ze dus dit aangeven dat er vermoedelijk sprake is en men gaat het dus onderzoeken. We hebben ook geprobeerd om de SVB hier te halen naar de studio. En de voorzitter zelf van de SVB, de heer John Krishnarat, die heeft aangegeven voorlopig niet in de publiciteit te treden, omdat de SVB zelfs bezig is met een onderzoek. En we hadden toch wel graag om tenminste beide partijen hier te krijgen, zodat we het een en het ander konden bespreken. Helaas is dat niet gebeurd. Dus dan zullen we moeten horen hoe zelf de heer Brunswijk als voorzitter van Real Mungo Tapu dit allemaal ervaart. Heer Brunswijk, ja, kampioen, maar nog geen beker, als ik dat zo mag zeggen. Goedemorgen, kijkers, sportvrienden, mensen van Marowijne en al onze fans. Ja. We zijn kampioen en we blijven kampioen. Ja. Real Mungo Tapu is gewoon kampioen. Laat me zo beginnen. Het rommelt heel veel bij de SVB. Vanaf start van de competitie. We hebben een transferperiode gehad. De competitie wil maar niet starten. Tot februari is er weer tussentransfer gegeven. Mm-hmm. Zonder dat wij gespeeld hebben. Is er tussen transferperiode weer ingelast. Mm. En als dat niet genoeg is, zou één club niet meedoen. En men heeft transferperiode speciaal voor die club verlengd. Mm. Een week transfer extra gegeven. Mm-hmm. Om die mannen, koste wat het kost, de mogelijkheid te geven om mee te doen. Er is gesproken over een algemene ronde en een play-off ronde. Geen probleem. Maar wat mij stoort is dat plotseling hebben ze gezegd van er wordt niet meer op basis van uit en thuis gespeeld. SVB gaat alle kosten op zich nemen en die wedstrijden dan zelf organiseren in Paramaribo. Eerste divisie, amateur van de SVB, dat is de topsectie van SVB. Okay. SML zit niet meer in handen van SVB. Dus hun hoogste competitie is de eerste divisie, amateur. Mm-hmm. Wat is gaan gebeuren? Die eerste divisie, amateur, hebben ze gewoon gezien als een blok aan hun been. Mm. Want we worden geplaatst op bijna onbespeelbaar veld. Jeuk speelt gewoon op SZ. En wij als hoogste macht van de SVB moeten gewoon ploegen in AK-stadion. Mm. En zelf thuiswedstrijden mogen we niet hebben. Oké, dat is niet zo erg. We hebben daar gespeeld. Maar voor het begin van de competitie was duidelijk, was afgesproken dat SVB gaat organiseren
2-poolsysteem, algemene ronde en finale ronde. Die mensen die kampioen of eerste en tweede plaats zouden worden bij de algemene ronde, die zouden bonuspunten krijgen, namens 2 voor de eerste en 1 voor de tweede plek. Real Mongotapu heeft zich geplaatst voor de finale ronde. Weliswaar met 13 punten. Mm-hmm. Toen dachten wij van oké, wij gaan het met 15 punten. Dus toen dachten wij van wij gaan daar niet genoegen meenemen. Wij gaan strijden voor de 2 punten, bonuspunten. We hebben strijd geleverd, we hebben weer van iedereen gewonnen. We stonden nummer 1. Dus zaten wij te wachten op ons bonuspunt. Totdat de eerste wedstrijd gespeeld is in de finale ronde, hebben wij dus samen met die andere club bericht gestuurd naar de SVB van hoe zit het met die bonuspunten. En men heeft gewacht. Na 2 wedstrijden krijgen wij een brief van hun van ze hadden nooit over bonuspunten gesproken. Ik was niet bij die vergadering, maar een van die jongens had die vergadering gewoon opgenomen. Dus ik gebruik dat geluidsband. We sturen het voor SVB. En we krijgen later een bericht van ze van ja, het was geopperd, maar het was geen besluit. Maar al die andere punten zijn op hetzelfde manier geopperd. Van prijzenpot, bonuspunten. Maar doordat Real Mongotapu zijn eerste wedstrijd gewonnen heeft en C-Boys zijn eerste wedstrijd, dan hebben we beide 3 punten. Mm-hmm. In feite zou Real Mongotapu dan 5 punten moeten hebben. Mm-hmm. En de club met die tweede was geëindigd, die zou met 1 punt begonnen. Mm-hmm. Of beginnen. Mm-hmm. Maar die heeft zijn eerste wedstrijd gelijk gespeeld. Dus in plaats van 1 punt zouden ze dan 2 punten moeten hebben. Mm-hmm. Die bonuspunten zijn niet toegekend. We hebben gespeeld. Uiteindelijk bij die wedstrijd tegen juniors hadden wij 6 punten en juniors had 7 punten. Maar weliswaar hadden ze een wedstrijd meer gespeeld. Mm-hmm. En als wij van juniors winnen, dan waren we al zeker van de kampioenschap. Yeah. We hebben van junior gewonnen en de eerstvolgende wedstrijd was tegen tegen Sofia. Mm-hmm. Die wedstrijd hebben we gewonnen. Toen hadden wij dus 12 punten. Mm-hmm. Dus geen van die andere clubs konden ons nog inhalen. Dus we waren al kampioen. Yeah. Vanaf de wedstrijd tegen Sofia is Real Mongotapu kampioen geworden. Wat speelt nu? Er is nog een laatste wedstrijd. Voor ons heeft die wedstrijd alleen maar administratieve waarde. Mm-hmm. En jongens die niet aan bod kwamen, die hebben ook gezegd van ja, maar wij willen ook spelen. Mm-hmm. Zeg, oké, is prima trainer, je moet ze wel de kans geven om te spelen. We gaan wel met ons basis elftal spelen. Mm-hmm. Want die jongens willen ook als kampioen ook even meespelen. Rus was het 4-1. Ja, ik denk 4-1. Dat we, terwijl je praat, toch wel de beelden dat men kan zien naar die wedstrijd van dingen. Ja, Rus was 4-1. Rus was 4-1. Ja. En na Rus hebben zij dus gewisseld. 5 basisspelers eruit gehaald. Ja. En daar hebben wij dus zijn 5 andere jongens binnengebracht. Die dus niet aan bod kwamen. Ja. Want het is also goed dat zij ook mee mogen spelen. Ja. Maar op basis waarvan is er toch wel meegedeeld. De prijsuitreiking zal niet plaatsvinden na de wedstrijd. De SVB zegt er is sprake van een mogelijke matchfixing. Op basis wat is er toch wel besproken na de wedstrijd? Want we zagen u nog samen met, als ik me niet vergis, is het is hij de general manager van de SVB? Directeur, general manager of secretaris-generaal. Ja. Van de SVB. De heer Kiesoor. Kiesoor in gesprek met u en die gaf dus een uitleg. En daarnaast kregen we dus matchfixing, tenminste vermoedelijke matchfixing, wordt er opgeopperd. Op basis waarvan, als we dus naar die wedstrijd keken, wordt er gezegd dat beide partijen daaraan hebben meegewerkt.
Nou, als je kijkt naar de SVB, ik moet ze één ding zeggen. Mm-hmm. Laten ze Leo Bruiswijk niet aan het praten komen. Mm-hmm. Want er is heel veel mis bij de SVB. Mm-hmm. Dus laten ze Real Mongotapo gewoon met rust laten. Want als ze echt door willen gaan, dan ga ik gewoon een beurput voor ze openmaken. En dat gaat niet goed zijn voor Surinaams voetbal. Yeah. Dus ik heb beelden van heel veel dingen die mis zijn gegaan de afgelopen jaren. Mm-hmm. Dus laten ze ons niet dwingen om de FIFA erbij te halen. Mm-hmm. Als we dus zo bekijken, want natuurlijk, u zegt, Real Mogotapu kon, dat was ook duidelijk, kon dus geen, ja, het kampioenschap kon Real Mogotapu niet meer ontnomen worden. De wedstrijd met TOK had dus voor Real Mogotapu zelf geen waarde. Laten we die vraag direct hier stellen. Meneer okay. Brinswijk, heeft Real Mongotapu TOK de overwinning gegeven? Wij geven geen overwinning weg. We zijn gewoon komen spelen. Mm-hmm. Teams waarvan je ziet van, hey, deze mannen geven wedstrijden weg. Mm-hmm. Die komen met 9 man voetballen. En dan valt iemand gewoon op de grond. Klaar, afgelopen. De wedstrijd van voor Real Mongotapu en TOK, dat ging tussen Sofia en TOK. Mm-hmm. Sofia is met 9 man gekomen. Mm-hmm. Ze hebben 35 minuten gevoetbald. Een paar mannen vielen weg. Afgelopen. TOK gaat gewoon met 3 punten weg. De volgende wedstrijd komt Sofia met 11 man. En ze winnen gewoon hun wedstrijd. Ja. Wat is daar mis? Is er iets mis daar dat je moet gaan onderzoeken? Terwijl Real Mongotapu met zijn volledig team komt en die speelt, die maakt wissels en de wedstrijd draait om. Als je naar voetbal kijkt, 1 wissel dat je pleegt kan fataal zijn. Ja. 1 wissel kan heel fataal zijn voor je club. Ja. We stonden met 4-1, we hebben 5 wissels gepleegd. We kwamen achter te staan. In de 90ste minuut heeft Real Mongotapu weer gescoord. En als je kijkt naar die wedstrijd, dan moet er zeker 8 tot 9 minuten blessuretijd zijn. Mm-hmm. Bij 90 minuten is de wedstrijd gelijk afgefloten. Terwijl Real Mongotapu dan weer, op een gegeven moment, zijn die jongens weer op elkaar afgestemd. En ze hebben gekozen voor de aanval om weer te scoren. Dus het was de 10 minuten of 8 minuten blessuretijd gegeven, dan was het een heel andere wedstrijd. Ja. Men heeft aangegeven dat die 2 wedstrijden voor SVB belangrijk waren. Mm-hmm. Dat is de wedstrijd van C-Boys en Juniors en van TOK versus Real Mongotapu. En die wedstrijden zouden simultaan beginnen. Mm-hmm. Wat schept mijn verbazing? De wedstrijd van C-Boys en Juniors, die was gewoon 1 kwartier of 20 minuten eerder begonnen. Dan wat voor nut heeft het om te zeggen van, we gaan simultaan spelen? Dat heeft dan geen nut. Als SVB consequent wil zijn, dan wil ik teruggaan naar 2022. Misschien hebben jullie daar beelden van. Mm-hmm. De wedstrijd van TOK en Robin Hood. Ja, dat is deze wedstrijd. Je ziet duidelijk dat TOK of Robin Hood met 11 man is en met Notch met 9 man. Ja. Hier heb je een aanval van Robin Hood. Ja. En zo meteen gaat Robin Hood scoren. Mm-hmm. Ja. En als Robin Hood gescoord heeft, nadien viel een van die jongen van Notch eruit. Ja. En SVB heeft lachend, hebben ze prijzen uitgereikt aan Robin Hood. Ze waren zo blij om die prijs. Moeten ze dit niet gaan onderzoeken? Ja. Als je zegt dat je dus, nee, we hebben redelijk vermoeden dat Real Mongotapu wel wedstrijd heeft. Kijk naar hun gezichten. Lachend. Robin Hood is kampioen geworden. En dit is niet 1 wedstrijd. Het is 2 wedstrijden achter elkaar. Waarbij 21 en 14
augustus 2022 kwam Notch met 9 man spelen. En het was een zeer belangrijke wedstrijd voor Inter Mongotapo. Mm-hmm. Bij één gelijkspel van Notch tegen Robin Hood was Inter Mongotapo kampioen. Mm-hmm. Waren de rollen wel anders dat Robin Hood dat ene punt nodig zou hebben, dan was het een heel groot probleem. Dan zou SVB heel Suriname onderzoeken. Ja, heer Brunswijk, toch wel te komen. U zegt natuurlijk, Leo Brunswijk die heeft niets ontvangen van TOK om toch wel de wedstrijd weg te geven. Weet u dat ook zeker van uw spelers, dat dat niet is gebeurd? Mijn spelers zijn niet te koop. Mm-hmm. Je kan mijn spelers niet kopen. Wat ga je die jongens bieden? Ze krijgen alles. Waarvoor zouden ze dan geld nemen om die wedstrijd niet te spelen? Mm-hmm. Ze zijn komen voetballen. We hebben de hele wedstrijd uitgespeeld. Wat zou er gebeuren als Real Mongotapo niet was komen opdagen? Dan hadden we gewoon reglementair verloren, toch? Mm-hmm. Wat zou gebeuren als Real Mongotapo met 9 man zou komen en 2 zouden uitvallen? Wat zou je dan zeggen? Want bij die van Robin Hood en Notch zie je het toch duidelijk. Het is 2 keer achter elkaar. En het grootste probleem wat ik daarmee heb, is dat die ene wedstrijd van 14 augustus 2021, dat was een inhaalwedstrijd van de eerste ronde van de competitie. Hoe kan je een inhaalwedstrijd aan het eind van de competitie laten spelen? En het is niet een inhaalwedstrijd van de tweede ronde, maar het is een inhaalwedstrijd van de eerste ronde. Die breng je helemaal op het eind. En dan benadeel je al die andere ploegen. SVB moet zichzelf gaan onderzoeken. Ja. Gaat Real Mongotapo officieel protest aantekenen voor het niet ontvangen van de beker? Wij wachten gewoon rustig af tot vrijdag. Mm-hmm. En na vrijdag, als we niks van de SVB hebben gehoord, dan gaan we wel stappen ondernemen. Los van het gesprek weten dat onder ons dat daar is geweest, die dag, heeft de SVB Real Mongotapo officieel op de hoogte gesteld dat er onderzoek gaande is naar vermoedelijke matchfixing? Formeel hebben ze ons niet aangeschreven. Ze zijn wel met een persbericht gekomen, maar een persbericht is niet voor Real Mongotapo bestemd. Als je zoiets stuurt, moet je het persoonlijk sturen naar Real Mongotapo. De dag zelf, in dat gesprek, heeft de secretaris-generaal jullie meegedeeld dat dat gaande is, waardoor de prijsuitreiking niet zal plaatsvinden? We zijn naar hem toegegaan. Wat is hier aan de orde? Nee, we gaan het later bekendmaken. We gaan het later bekendmaken. We gaan nu niet meer uitreiken. Maar het is heel vreemd dat een directeur van SVB dat doet. Waar is dat bestuur? En dezelfde directeur, toen het om Robin Hood ging, was lachend daar. Samen met het heel bestuur van de SVB om prijzen uit te reiken. Ja. Dus ik weet niet wat hun probleem is en waarmee ze bezig zijn. Maar ik zeg ze, als ze met Real Mongotapo wil beginnen, zal het wel het einde van het bestuur kunnen zijn. Nou, we zijn benieuwd natuurlijk tot vrijdag, heer Brunswijk. Mag ik u bedanken voor de komst naar de studio. Ik ben al 6 minuten over tijd. Mag ik u bedanken voor de komst naar de studio. En we zijn benieuwd wat het wordt toch wel in deze zaak.